De snorren die je nu ziet op elk festival, een snor, een oorbelletje, bij heel veel hipsters, queer maar ook niet queer, zijn een referentie aan die periode voor de grote catastrofe die AIDS heet. En wij queers hebben die jaren 70, dat is zo'n ankerpunt voor ons. En voor veel mensen nu ook weer, is die snor, is die baard een hommage aan die periode. Welkom bij Van Barbaar tot Barbier. Vanavond gaan we in gesprek over baarden natuurlijk, maar ook over mannelijkheid, over zelfexpressie, over kwetsbaarheid, over verbinding, over vriendschap. En dat gaan we doen naar aanleiding van het project Beards of Berlin van Guidon, Querido van Frank. Guidon, welkom. Fijn dat je er bent. En voor dit project interviewde Guidon mensen naar aanleiding van hun baard, over de thema's die ik net noemde. En fotograaf Elwin de Boer maakte daarbij hele mooie portretten van de geïnterviewden. En hier achter mij ziet u al een aantal van deze beelden. Mijn naam is Ilse Josefa Lazeroms, ik ben schrijver en ik zal vanavond het debat leiden. Laten we eerst even praten over het project Beards of Berlin. En kan je kort vertellen hoe dit tot stand is gekomen? Het is een paar jaar geleden ontstaan toen ik overal mannen zag. Mannen met baarden. Op straat, in de supermarkt, in Amsterdam, in Berlijn, in Tel Aviv, New York. En ik raakte daarvan in de war. Want ik vroeg me af, nou, het was leuk om te zien en ik ging zelf ook een baard laten groeien. En ik kreeg heel veel complimentjes van al die mannen. Die naar me toe kwamen, meestal in de publieke ruimte, en zeiden, hey bro, goeie baard. Hey gast, goeie baard. Om een beetje hetzelfde zinnetje. En dat vond ik wel leuk. Maar ik vroeg me ook af, wat betekent dit dat ik dit leuk vind? Want ik identificeer mij niet als een gast of als een bro. Ik zie mezelf ook niet echt 24 uur per dag per se als een man. Maar ik ben ook niet non-binair. Maar die baard en een heel, wat Tove net ook al zei, heel butch uitzien. Ik vond het wel leuk om even bij die mannen te horen. Dus daar wilde ik het fijne van weten. Ik had op een gegeven moment een sabbatical voor mijn werk. Ik ben naar Berlijn gegaan en ik heb allemaal mannen en non-binaire mensen daar geïnterviewd. En dat heb ik ook hier in Amsterdam en op andere plekken gedaan. Al die mensen waren allemaal verschillend en divers, alle kleuren, et cetera. Maar pijn, trauma, vaak het trauma van gender, zowel bij de hetero's als bij de queers, gechargeerd gezegd, dat leek een overeenkomst. Er was pijn en er was een enorme craving, hunkering, naar verbinding. En bijna bij al die mannen was er ook een onmogelijkheid of een enorme worsteling met dat verbinden, vooral met andere mannen, maar ook met vrouwen. Wat zij doen in die interviews is baanbrekend, omdat over het algemeen in de westerse wereld mannen niet worden gesocialiseerd om je open te stellen, om je kwetsbaar te tonen, om je pijn te tonen. Al die mensen die ik heb geïnterviewd hebben dat voor mij gedaan. En dat is heroïsch, zou ik zeggen. Wat er ook uit naar voren komt, is dat dit niet alleen maar een individueel vraagstuk is, maar dat de baard of de baard als lens naar een groter vraagstuk een maatschappelijk iets is. Het gaat over, ja, enerzijds toxische mannelijkheid, wat natuurlijk nu heel erg speelt. Wat ik net ook vertelde, niet kunnen uiten, narratieven incorporeren van onderdrukking, vrouwenonderdrukking, noem maar op. Bij heel veel queers gaat het over homofobie, geïnternaliseerde homofobie. En die baard, het gaat over gender en het gaat over trauma van gender en de dingen waar we met z'n allen tegenaan lopen. En ook weer, die baard gaat over die hunkering naar verbinding. En hoe moeilijk dat soms is. En dat is absoluut een maatschappelijk probleem. Hoe wij als mensen met elkaar functioneren en ook niet kunnen functioneren. Kan je iets zeggen over de manier waarop mensen hun baard dragen? En welke ideeën van mannelijkheid daar misschien aan gekoppeld zijn? Er is een boek van Christopher Olson Moore, daar ben ik vrij schatplichtig aan. Het gaat de geschiedenis van baarden en hij toont eigenlijk dat door de geschiedenis heen, maar ook vandaag de dag,
Baarden hebben altijd verschillende betekenissen in verschillende tijden, maar ook nu voor verschillende groepen. Vaak voor groepen met tegengestelde belangen. Dus Baudet heeft een baard en hoe heet die andere giezel? Jordan Peterson heeft een baard. Maar als ik naar een queer bar ga, hebben de hipsters ook een baard. En hebben, nou ja, weet je wel, dus de baarden hebben allemaal verschillende betekenissen, maar ze zijn overal. En elke groep claimt die baard eigenlijk. Wat mij opviel is bij veel gay mannen, waaronder ikzelf, is vaak de baard een manier om er anders, beter, mannelijker, slanker uit te zien. Voor sommige mannen was het een masker om iets te bedekken, niet alles te tonen. Ik heb een rechtse man geïnterviewd die zei, ja, ik, daardoor, weet je wel, lijk ik meer op alle andere mannen. Zijn we sterker, zien we eruit als echte mannen in deze tijd van opkomend feminisme. En nou ja, dus iedereen zet die baard in voor zijn eigen agenda, voor zijn eigen identiteitspolitiek. Oké, onze eerste spreker van vanavond is hairstylist Topher Gross. Hij zal zijn verhaal voordragen uit het project Beards of Berlin. En geef hem een hartelijk applaus. When I was a kid, I would take my uncle's international male clothing catalogs and redraw the models with my face. Or the face I wished, hoped and dreamed that I would have. Always a beard, a thick mustache and lots of chest hair. I think I did pretty good, huh? Kind of like my dad. As I got older, I protested wearing dresses and skirts and preferred suits, ties, and skater clothes instead. Even before transitioning and starting testosterone, I had facial hair, some sideburns, a little mustache, kind of peach fuzz. It's the perks of being a mixed race Russian, Polish, Jew, and Egyptian, I guess. That helped when I was a young lesbian, a butch, or at least that's what I was attempting to be. Defining butch is complicated and subjective, but for me, butch mirrors and subverts the expected gender norms of a mainstream society. It encompasses not only clothing, but an attitude. Powerful, tough, and chivalrous, soft and gentle, but also a little hard. At 22, I started doing drag and created a character called Donatella Lesbiana, the Don of the Lesbian Mafia. I bound my 36 double D breasts, pompadoured my afro, yes, I did have hair at one point, glued bits of my own hair to my face to create the illusion of a beard, with an attitude and a swagger of a New York City gangster and a heart of gold. How you doing? Don allowed me to explore, play around with a different form of masculinity, and helped me find myself. I identify with certain male images and roles, many of which derive from gay subcultures of the 1970s, like leather daddies, bears, Tom of Finland style, the exaggerated, stylized archetypes of masculinity. After starting hormones and having top surgery, I started to look more like what society reads as male. But I never saw myself as a cis man, and I never intentionally wanted to pass. After all, I was part of the dyke slash lesbian community for 25 years of my life. I owed it to generations of butch people that fought, were thrown out of spaces, brutalized, and killed. They are why I exist, and that can't be erased. It's in my DNA. Even though I've never felt like a woman and moved through the world looking like I do, covered in fur with this giant beard appearing male, that doesn't mean I identify as a man either. I don't want to be associated with toxic masculinity, problematic behavior, patriarchy, and misogyny. I find the male-female dichotomy too heteronormative, too limiting, too narrow. I believe there is a spectrum, an expansiveness, space where I can play. Gender and masculinity are performative anyway. As a hairstylist, I provide a safe space for people of all genders to figure that out. I give people their first gender-affirming haircut regardless of where they are on their journey. Hair is a way to express emotions. It's a powerful marker of energy
and identity. I'm so honored and privileged to be present for that. Playing with gender and masculinity, I challenge and straddle a myriad of worlds. I exist covertly at times, blending in, which I find problematic because when you blend in, you disappear. I love my beard, and I am a proud trans masculine person, a forever dyke in my heart, and sometimes my taste in music. This may be confusing for people, but I'm the only one who can decide my identity. People need to know there are other ways of existing in the world, and there must be space for that. Thank you. Yes. Please join us for our conversation. Maurits de Bruin, ik wil je graag vragen om bij ons te komen zitten voor ons eerste panelgesprek. Maurits de Bruin is schrijver. Zijn meest recente boek, ook Mijn Holocaust, kwam uit bij Das Mag. En daarnaast is hij redacteur voor Mr. Motley. En schrijft hij columns en essays voor de Volkskrant. Geef ook Maurits een hartelijk applaus. Fijn om jullie hier te zien. Allereerst een hele schijnbaar simpele vraag. Identificeren jullie je als man? En met welke voornaamwoorden zou je willen worden aangesproken? Guidon, laten we met jou beginnen en dan Tover en Maurits. Niet per se. Ik wil niet de ruimte claimen van trans mensen en non-binaire mensen. Maar man, ik heb altijd zoiets van geef een portie maar aan Vicky. No, I don't identify as a man. I use he, him, but I'm a trans person, so not a man. Ja, ik identificeer me als hij, ja, als man en mijn voornaamwoorden zijn hij, hem. Ja, ik heb me niet, nee, ik voel me niet echt mannelijk, maar wel man. als dat ergens op slaat. Maar dat is misschien ook, als ik erover nadenk, dan wil ik graag dat het hokje man groot genoeg is om mij en mensen als ik er ook in te houden. En dat is het niet altijd. En dat voel ik vaak genoeg. Dus het is ook bijna een soort subversieve daad om dan te zeggen, ja, ik ben het wel. Dat maak ik nog wel uit. Want dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel ervan, dat je daar zelf zeggenschap over hebt. Omdat gender natuurlijk heel erg iets is wat ook door anderen opgelegd of afgenomen kan worden. Dus ja, daarom vind ik het wel belangrijk om me als man te identificeren. Tover, you say the following, right? Having a male body does not mean I identify as a man. Masculinity is too toxic for me. And the male-female dichotomy too heteronormative. So, hoe luister je naar Maurits? Well, I know you were saying about like the not being man enough. That's always a thing, you know, as a trans masculine person is, it's like, oh, am I not trans enough? Am I not masculine enough? Am I not man enough? But like the reality is like, I don't want to be a man. I just want to be me. And so I think if you think of things on a spectrum, like life is a spectrum and you could pick where you want to be, when you want to be. I think that opens up space for all kinds of masculinity. And there's this sort of standard of what a man is, usually sort of tough and gruff and misogynist and problematic, but that is not every man. And it also depends on society and culture, but you can pick and choose out of that what you desire to be. Wat ik heel bijzonder of mooi vond in jouw verhaal was dat je, dat las je ook net voor, in Engels zeg je identify with certain gay male images from the 1970s, like leather daddies and I don't know, other categories. En de jaren 70, waarin mijn mensen, niet de Joden, maar de queer mensen, enorme vrijheid hadden. In de context van die tijd, na de Stonewall-rellen in Amerika en ook gedeeltes van Europa, waaronder Nederland, een hele hedonistische tijd, maar ook een tijd van enorm politiek bewustzijn. En die periode is denk ik zo belangrijk voor heel veel queers,
wegens eigenlijk de vernietigende backlash die daarop volgde, namelijk de AIDS-crisis. Net zoals bijvoorbeeld de Weimar-republiek zo'n betekenis voor ons heeft, ook als queers, wegens 1933, wegens de Shoah, is ook die jaren 70 voor heel veel queers heel belangrijk, in mijn geval, en ook veel mensen die ik heb geïnterviewd, de leernichten, de Castro-clones, ook allemaal uit de jaren 70. Je ziet dat ook bij jonge mensen die ik heb geïnterviewd voor het project. Soms hoor je een beetje dat de snor de nieuwe baard is. Ik wil daar nog niet echt aan geloven, maar de snorren die je nu ziet op elk festival, een snor, een oorbelletje, bij heel veel hipsters, queer, maar ook niet queer, zijn een referentie aan die periode voor de grote catastrofe die AIDS heet. En wij queers hebben die jaren 70, dat is zo'n ankerpunt voor ons. En voor veel mensen nu ook weer, is die snor, is die baard een hommage aan die periode. Wat ik denk, als jij een minderheid bent, ben je altijd bezig andere narratieven, andere beelden, maar ook andere geschiedenissen te reclaimen, naar voren te halen. Reclaiming your heritage. En dat is waarom die baard, die snor, zo belangrijk voor mij is. Het gaat over die geschiedenis die ons is ontzegd. De schrijver Oscar Bauerhuis heeft een fantastisch essay geschreven, waarin hij het ook over AIDS heeft. En die zegt, een hele generatie LHBTQ'ers waren na de crisis wezen. De generatie voor hen was weggevaagd. Dus het is zo belangrijk voor ons om die geschiedenis letterlijk te belichamen. Ja, yeah, I mean, to have a beard is also to experience like what your body does. To rebel against society, like you said, to like reclaim a body. But also, it's the 70s were caricatures of masculinity in a way. Uber sexy, yeah, look at that butt, you know? Like, super, what is a man, you know? But in a way that you look that way, but maybe behind closed doors, you are not. Maar denken jullie dat mannelijkheid, masculinity, dat ook nog iets anders kan zijn dan toxic, hè? Misschien de poging of het, wat Maurits, wat jij net beschreef, over die, het oprekken van die norm of wat die categorie inhoudt. Is dat iets waar jullie naartoe werken? Naar een mannelijkheid die niet alleen maar toxic is, maar ook iets anders kan zijn? Hoe kijken jullie daarnaar? Ja, ik denk dat, volgens mij zei Tover dat net ook, dat is natuurlijk één kant van mannelijkheid. En ik denk ook dat we niet moeten vergeten dat man, ja, male toxicity heeft ook invloed op mannen. Dus er zijn ook heel veel mannen natuurlijk slachtoffer van. Niet alleen, maar zeker ook. En ja, ik volgens mij heb het er met jou ook wel eens over gehad, dat mijn ervaring als opgroeiend als jongen was heel negatief als het gaat om mijn leeftijdgenoten. Die voelden zich volgens mij aangetast of bedreigd in hun mannelijkheid door mijn aanwezigheid, of dat ik ook tot die categorie behoorde. Die wilden dat onderscheid maken. Maar toen ik later een keer nadacht over bijvoorbeeld mijn grootvaders en hun kwaliteiten of wat ik me van hen herinner, dan herinner ik me eigenlijk hele zachtaardige, lieve mannen die ook wel eens pannenkoeken bakten en mijn fietsband plakte en zo. En daar zit ook heel veel zorg in. Dus ik heb voor mezelf volgens mij ook mijn relatie tot, het is heel ingewikkeld als je voor mij dan van mannen houdt, ook in relationeel en liefdes en seksueel opzicht. Maar mannen ook de groep zijn geweest en nog steeds zijn die geweld tegen je gebruiken of je discrimineren of wegzetten. Ja, ik heb me ook wel leren verzoenen met de kanten van mannelijkheid die ik waardeer en die ik mooi vind. En ook anders leren omgaan met mijn aantrekking tot mannen, want die is heel lang ook best wel karikaturaal geworden, zeg maar. Het type man dat ik leuk vond, zeker als tiener. En ik heb me, dat heb ik niet mezelf hoeven leren, maar dat is gelukkig vanzelf gegaan, maar inmiddels hou ik van veel meer soorten mannelijkheid, gelukkig.
Dus dat is ook een soort verzoening, denk ik. Ook met jezelf ergens. Met de versie van mannelijkheid die je zelf misschien naar voren brengt. Om daar ook van te kunnen houden in een ander. Het is grappig dat je verzoening zegt. Want ik sprak een journalist, Tim van Erp. En die had het over wraak. Wat ik ook een heel mooi woord vond. Want we hebben het over de baard. We hebben het over lichamelijkheid. Ik doe mannelijkheid. Ik zie er met die baard mannelijk uit. Dat vind ik eigenlijk heel erg leuk. Wat is dat als een queer persoon mannelijkheid doet? Is dat, en Tim zei, je kan het ook zien, en daar zit ook wat in, denk ik, een vorm van wraak. Wij kunnen ook mannen zijn, look at us. Het is een wraaknarratief. Of is het, dat is denk ik allemaal en of. Het is ook een, is het een capitulatie? Ik ga nu maar ook mee, wat jij schrijft, de sportschoolhomo's. De Muscle Marys noemen we dat. Is het capitulatie of is het wraak? Het gaat over het incorporeren van beelden van die jongens, wat jij ook net zei, die jou vroeger misschien pesten, die ons in elkaar kunnen slaan. We vallen op die beelden, we vallen op die lichamen die je kan zien, heel gechargeerd gezegd, als de embodiment van de onderdrukkers, deze jongens. Die vind ik eigenlijk wel leuk, zien er leuk uit, maar waarom wil ik daarbij horen? En dat is denk ik heel verwarrend van de lichamen van de onderdrukker. Hoe ga je daarmee om? En als je dat incorporeert, wat gebeurt er dan? Of is het camp? En wat we net zagen met de jaren 70, toen de ladder scene opkwam. En al die beelden waar jij van zegt, daar, dat is mijn mannelijkheid. Wat ik geweldige, geweldige queer manier vind om gender te claimen. De leernichten, is dat hypermasculiniteit? Is dat capitulatie? Of is het een fuck you? Wij kunnen ook mannelijk zijn en nog beter. En het is ironisch, want het is mannelijk, quasi militair, maar het is ook seksueel, wat je niet bij traditionele mannelijkheid hebt. Leernichten zijn zowel de houder als de holder en de subject of the gaze. Ze zijn ook seksueel. Dus het is bijna een queering van gender. Mm-hmm. Het is subversief, maar dat geldt niet voor iedereen. En er is genoeg toxische mannelijkheid in de gay community. Hoe bewust ben je je dan van de genderidentiteit die je uitdraagt? For me, it's complicated. Also, like being sort of introduced into society as a woman, a person with a beard is dangerous, is a person you should watch out for, is, you know, so it's, there's a history for me in my life of like, beware of the beard. And now I'm that person, you know, like I didn't realize it as it was happening and was like, oh, people are pulling their children away. Not that I'm hanging out with kids, but you know what I mean? I am much more aware of like how I interact with women, how I interact with people who are walking dogs. You know, I'm very careful. And as a result, I soften, you know? I make more gestures of being as queer as possible, so as to not be seen as a threat. Maurits, ik wil je ook nog vragen in een essay in de Volkskrant. Een heel mooi essay beschrijf je dat steeds meer mannen, hetero-mannen, vooral bekende mannen, of modellen in rokken verschijnen. En dan weet ik dat je zelf, oh ja, daar is er één van. Ja, Brett. Vind ik niet zo'n hele mooie rok trouwens, maar. Nee, maar het goed, is wel een rok. Jij draagt ook soms hele mooie rokken. Hè? Maar goed, dit zijn bekende mensen. Ja. Is dit volgens jou een emanciperend iets voor queer mannen of mannen in het algemeen? Wat de kledingstijl. Nee, ik denk eigenlijk dat het andersom is. Ik denk dat queer mannen hetero mannen emanciperen. Ik denk dat dat heel vaak gebeurt. Toch, als het op deze codes aankomt en gender, dan wij weten als geen ander daarmee te spelen, denk ik. En wat daar in humor is en wat daar in camp kan zijn en wat daar in subversief kan zijn. En dat wordt door stilisten of celebrities gebruikt. En het zegt wel iets, denk ik, over waar we zijn. Het is niet, ik wil niet alleen maar pessimistisch over praten en zeggen, het stelt niks voor.
Toen ik dat essay ging schrijven, wist ik nog niet helemaal waar ik op uit zou komen. Ik wist alleen dat ik er iets mee wilde. Met het feit dat bijvoorbeeld ook, volgens mij deze shoot is ook van Vogue, maar was ook onderdeel van de cover shoot waar Harry Styles ook in een jurk op staat. Dat is natuurlijk niet nieuw. Dat is door de geschiedenis heen heel vaak gebeurd. En het gaat in golven. En het verdwijnt dan weer. En dan duikt het weer op. Het duikt nu blijkbaar weer op. Maar ik realiseerde me tijdens het schrijven ook dat zij dat deels natuurlijk ook ze doen dat in de bubbel van beroemd zijn van status, die hen ook beschermt. En deels bestendigt het natuurlijk ook het idee dat het dragen van een jurk of een rok als man een performatief karakter heeft. Want we kennen zangers en acteurs als performers. Dat is wat ze zijn in de eerste plaats. Terwijl voor heel veel mensen is dit hoe ze, nou misschien niet per se dit, maar een variant hiervan hoe iemand naar de Albert Heijn wil of moet. En dat is een heel, of de metro in of de tram in. En dat is een heel ander verhaal. Dus het kan ook een veneer lijken van acceptatie en emancipatie. Maar daaronder zit nog een hele verraderlijke waarheid waarin het voor heel veel mensen door zo over straat te gaan, een geweld over zich heen krijgen. Dus ja. Ik hoop dat de microfoon. Ja, daar komt de microfoon. Ja. Ik ben 22 jaar geleden vertrokken uit Amsterdam. En ik woon in een gehucht, zoals je weet. En ik hoor jullie praten over toxic masculinity. En het grappige is, ik heb mijn hele leven heb ik al een baard. Toen ik 20 was, had ik zo'n mooi ringbaardje. En dat werd alleen maar groter en groter. Ik ervaar dat zelf totaal niet. En het grappige is, ik hoor jullie zeggen van kinderen worden weggehouden. Maar in mijn omgeving, elke docent heeft een baard. Elke mannelijke docent heeft een baard. Dus mijn vraag aan jou is, Gideon, in jouw interviews ben je alleen in de grote steden geweest? Of heb je ook daarbuiten gekeken? Want het klinkt op mij, want ik herken de verhalen van mijn tijd in Amsterdam. En zeker 22 jaar geleden was de wereld ook compleet anders. Ik kreeg vandaag hier naar binnen en ik voelde me een toerist. Maar ik ervaar dat zelf totaal niet. Ik heb ook mensen buiten steden geïnterviewd. Hoewel de focus wel echt op het stedelijke ligt. En urban tales, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat elk verhaal legitiem is. Elke waarheid is daar. Dus wat jij zegt geldt voor jou. Wat Tover zegt geldt voor Tover, et cetera. Er zijn heel veel nuances. Er zijn heel veel grijze tinten. Ik denk wel dat er zoiets is. Ik weet dat er zoiets is als toxische mannelijkheid. Dat er angst is, dat er bedreigingen zijn, dat er geweld is. Voornamelijk tegen queers en andere minderheden. Maar er zijn nuances en elk verhaal is anders. Dus als jij bepaalde dingen niet ziet of meemaakt, dan geldt dat voor jou. Ja? Mijn vraag is of jij het verschil ervaart tussen de stedelijke omgeving en de niet-stedelijke omgeving. Dus de niet-stedelijke omgeving merk ik juist wat meer eenzaamheid en meer niet gezien worden. Ik heb, ik bedoel, zoveel interviews hebben we ook weer niet, maar geen verhalen tot dusver van die heel anders zijn. Maar wat jij zegt is heel interessant. Dus meer interviews. Denk ook die andere connotatie van het zacht of het vaderlijke, dat kan een baard natuurlijk ook heel erg uitstralen. Dus ik denk ook niet dat het natuurlijk altijd dat die bedreigende uitwerking hoeft te hebben. Achter mijn baard, om het heel kort te vertellen, 7 jaar geleden liet ik om wat voor reden ook mijn baard echt doorgroeien. En mijn dochter was toen 6 en ik zei in een stomme bui van, papa, waarom laat je baard groeien? Ja, ik ga de kerstman helpen. En als je dat dan op oktober zegt, ja, dan moet je het niet in je hoofd halen om voor december die baard af te scheren. Nee. En uiteindelijk was het 26 december en ik had de kerstman geholpen. En dacht ik, ja, uit gemak, het is eigenlijk wel makkelijk. We zijn ondertussen 7 jaar verder. Maar het zijn schitterende verhalen. Dank jullie wel allemaal voor deze mooie avond en een fijne avond. APPLAUS